We zijn bezig met het project van de Palas, voormalige Palasbioscoop in Maastricht in Wiek. Daar wordt een hotelontwikkeling met woningen wordt daar gerealiseerd binnenkort. En Paul heeft daarvoor ook wederom het akoestisch onderzoek gedaan, maar is daar verder gegaan dan wat wettelijk noodzakelijk is. Hij heeft ook voor de omgeving op eigen initiatief gekeken van wat zijn nog meer potentiële bezwaren van omwonenden. Dat heeft hij uitstekend in kaart gebracht en daar heeft hij ook echt goed, zich goed gepresenteerd naar de gemeente en ook naar ons toe.